Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de seizoensfinale van Moon Knight, Gods and Monsters. En wanneer Harrow dus Mark soort van ten ruste legt, dan foreshadowt hij eigenlijk ook al het einde van de aflevering, waarin we dus de bevestiging krijgen van de derde persoon. Maar Layla is daar al een beetje aan het rondsluipen en ondertussen activeert Harrow dus de geheime kracht van zijn staf. En Layla gaat dus achter hem aan met behulp van de Beedle en ze komt daar dan aan een beetje in de stijl van Assassin's Creed met een hoodie op en zo. En daar laat Harrow dus ook al de kracht van zijn staf zien, want hij weet dus heel gemakkelijk een groep soldaten te verslaan daar. En de manier waarop Harrow de zielen absorbeert met zijn staf doet me echt denken aan Shang Tsung van Mortal Kombat. En ondertussen probeert een of andere godin dus ook al op Layla in te praten en later in de aflevering geeft ze dus ook aan haar toe. Maar Harrow komt dus aan bij de piramide, waarin hij dus een gevecht heeft tegen de avatars van de verschillende goden daar. En uiteindelijk weet hij daar dus Ahmet vrij te laten. En ik moet wel zeggen dat de special effects en hoe Ahmet eruit zag best wel tof waren. En dit liet ook goed zien dat Harrow wel echt toegewijd is aan zijn filosofie, want zelfs wanneer Ahmet hem dus veroordeelt, geeft hij gewoon toe dat zijn schaal niet in balans is. Maar Layla brengt ondertussen Khonshu weg en zij hebben dus het doel om Mark weer terug tot leven te brengen en die zien we dus weer op de Spirit Plane. En hij is daar dus met Tabaret, die nauwpaardvrouw, en uiteindelijk besluit hij dus om achter Steven aan te gaan en dat hij er niet mee kan leven dat hij Steven daar heeft achtergelaten vorige aflevering. Terwijl ondertussen dus een gevecht losbreekt tussen Ahmet en Khonshu. En dat is sowieso best wel tof. Het heeft wel echt een soort van kaiju gevoel. Een beetje een Godzilla versus King Kong-achtige match. Dan hebben we dus geluk dat Steven en Mark wel een goede bromance hebben opgebouwd tijdens dit seizoen. Want hun liefde voor elkaar zorgt er dus voor dat ze allebei niet meer versteend zijn. Het doet me een beetje denken aan het einde van de eerste Pokémon-film. En Tabaret houdt dus nog een bepaalde golf daartegen op die Ancestral Plane. Zodat zowel Steven en Mark door de poort heen kunnen gaan en weer terug kunnen gaan naar de echte wereld. En dan komen ze dus weer aan als Moon Knight en hebben ze eerst nog een korte vergadering met Khonshu en dan komt dus ook af en toe Mr. Knight naar buiten. En Khonshu zorgt er dus voor dat het gelijk avond is en dan gaat dus het eindgevecht eigenlijk al beginnen en dat speelt zich helemaal af rond de piramides. En we zien dat Layla dus ook toegeeft aan die godin nadat hij haar dus meer informatie geeft over haar vader. Ik moet wel zeggen dat Layla haar wel echt geweldig uitzag in haar superhelden outfit. Ik zag veel mensen al een beetje crushen op haar dit seizoen. En nu begreep ik het eindelijk ook gewoon volledig. Ik was even bang dat de top van de piramide een skybeam zou gaan schieten. Zoals we een hele lange tijd aan het einde van elke grote blockbuster kregen. Maar ik was veel meer tevreden met het gevecht van Layla en Mark samen tegen Harrow. Terwijl ondertussen dus Ahmet tegen Khonshu aan het vechten is. En net wanneer het erop lijkt dat ze het gevecht aan het verliezen zijn. Dan hebben Mark en Steven weer een blackout. En daarin komt dus de derde persoon naar buiten. Die gewoon zonder al te veel moeite Harrow bijna vermoord heeft. Maar ze nemen Harrow's lichaam dan nog mee, want dan kunnen ze hem gebruiken om Ahmet in hem te sealen. Maar dan opeens zijn we weer terug bij de therapiesessie van Steven, die nu wel gewoon het lef heeft om tegen de psychiater in te gaan. En in deze scène lijkt het er dus op dat Steven nu de controle heeft overgenomen en eindelijk volledig vrijbreekt. En dan wordt hij dus weer wakker in zijn eigen appartement. Ik moet zeggen dat dit laatste stuk van het einde voor mij wel een klein beetje te gehaast aanvoelde. Ik had hier eigenlijk nog wel een paar scènes extra kunnen gebruiken. En al helemaal omdat dit ook nog eens de kortste aflevering van heel het seizoen was, terwijl het wel de laatste is. Maar ja, dan hadden we dus nog een after credit scene waarin we Harrow nu dus in een psychiatrische inrichting zien zitten en die wordt daar dus opgehaald overduidelijk door een versie van Oscar Isaac. Ik moet wel zeggen dat Khonshu er wel echt pimp uitzag in dat pak in die limo en dat ik hoop dus ook dat we daar nog meer van gaan zien in de toekomst. En hij onthult dus officieel de derde persoonlijkheid van Moon Knight, in dit geval dus Jake Lockley. En wanneer Khonshu dus zijn handjes vuil moet maken, dan is Jake Lockley daar gewoon de perfecte persoon voor. En hij heeft dus ook liever Jake Lockley dan dat hij Layla had. Maar ja, het lijkt erop dat we goed nieuws gekregen hebben deze week rond Moon Knight. Want aan het begin werd deze aflevering opgehyped als de series finale. Maar toen hadden ze dat op een gegeven moment veranderd naar season finale. En ik denk met de reactie die Moon Knight gekregen heeft, dat er sowieso wel gewoon een hele goede kans is dat we nog een tweede seizoen gaan krijgen volgend jaar. Of in ieder geval in de toekomst ergens. En ja, zoals ik dus ook al vaker gezegd heb, was deze Moon Knight serie nou niet precies wat ik ervan verwacht had. Maar ik heb er uiteindelijk zeker van genoten. Ik zou nu zeggen dat het mijn nummer 2 favoriete MCU Disney Plus serie is. Alleen achter WandaVision, maar wel beter dan de rest. Ik hoop dus ook dat we in het volgende seizoen nog wat meer gewoon van echt Moon Knight te zien gaan krijgen. Ook al is deze hele gesplitste persoonlijkheid verhaallijn natuurlijk ook wel gewoon heel interessant. Maar ja, wat vonden jullie van de finale van Moon Knight? Vonden jullie dit ook gewoon een goed einde? Wat vonden jullie van de battles? Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur. Here.